Dit is vlog nummer 6, yes. En we zijn op Kronenburg weer samen met Daniel. Mm. En we zitten koekje te eten. Koekje gluren. We hebben al een aantal mensen aangesproken. En we mogen bidden. En het was gewoon mooi, allemaal christenen volgens mij. Ja. We mogen zegenen, ze werden blij ervan. Ongelooflijk, ja. En op een gegeven moment was er een verlamde vrouw. Of nou ja, half verlamd. Ze kon nog wel lopen, maar dat was een soort van halve verlamming vanwege een hersenbloeding een paar jaar geleden. We gingen alleen maar achteruit en we hebben gewoon voor haar gebeden en we ervoeren krachtstroom en we geloven dat er verandering is. Yo, we staan hier buiten Kronenburg. Yes. En ja, God doet mooie dingen. We mochten twee mannen aanspreken en nog even kort met ze gepraat. Ja. En dat was wel heel gek. We ervoeren echt een bepaalde wettische last over hen heen liggen. En ze zeiden van, ja, ik ben 50 jaar of zo en... Ja, mensen tegenwoordig lezen alleen maar het Nieuwe Testament, maar weet je, het gaat om het Oude Testament. Dat, niet letterlijk dat, maar dat communiceren ze overduidelijk. Je merkt gewoon echt dat er nog een sluier zat van het Oude Verbond over. Ja. En toen begon tot ze te spreken van, hey jongens, maar 2 Korinther 3 heeft het over een sluier dat over je heen komt als je het Oude Testament leest, als je het Oude Verbond leest. En dat die sluier wordt weggenomen in Jezus Christus. Het gaat over het Nieuwe, het gaat over Jezus. Ja. Terwijl ik dat zei, viel die sluier gewoon van haar ogen af. Je zag het. De blikken in de ogen veranderen. En plotseling begonnen zij iets te zeggen over, ja, het draait om de liefde. Yeah. Eerst draait het toch om de wet volgens hun. En plotseling draait het om de liefde. Come on. Dus die sluier wordt weggenomen. Die wet, die sluier wordt weggenomen in Christus. In de wet van Christus, dat is, heb je naast lief als jezelf en God boven alles. En die twee dingen kan je pas doen als je realiseert dat God zoveel van je houdt. Dus daarom blijven we hameren op Gods liefde. Amen. En dus, dan was er nog een oud collega van je? Ja, een oud collega van mij, die kwam me tegen. En hij is... Dus dat hij heel klein was, heeft hij 2 gehoorapparaten en allebei de oren. En ik heb vaker aan hem gevraagd of ik voor hem kon bidden. Nou, daar stond hij niet echt open voor. Nou, vandaag kwam hij weer tegen. En hij weet, vorige week had ik met hem erover gehad dat ik uit geloofsbrug was gaan leven. En daar had hij wel respect voor. En toen zag hij ons dat we toen voor mensen aan het bidden waren. En vandaag kwamen we dus weer tegen. Kan geen toeval zijn. En toen hebben we hem even kort kunnen zegenen en toen stond hij wel open voor gebed. Dus de volgende keer dat we hem tegenkomen, kunnen we voor hem bidden. Hij moest heel snel naar zijn werk doen. Yes. Maar je ziet toch wel dat God toch wel de mensen op je pad brengt en dat hij open deuren geeft. Ja. Yes. Het was zo mooi, het zag ik zo van God in zijn ogen. En we mochten hem heel veel geven. Ja. Gewoon zoveel liefde was dat, was echt bizar. En dit is gewoon een moslimbroeder, halleluja. Come on. Zing ding, God doet niet aan labels. Yes. Allemaal kids van de Allerhoogste, halleluja. Yes. We kwamen later nog een vrouw tegen bij de HEMA. En bleek een Arubaanse vrouw te zijn, dus die kon Spaans. Nou, kwam goed uit. Want in Nederlands was een beetje gebrekkig, dus kon ik met haar in het Spaans praten. Ze was zelf ook gelovig, christen. En ze zei dat ze echt constant aan het bidden was en met Jezus aan het praten was. En ik vroeg of we vaak konden bidden en haar konden zegenen en mochten we ook. Ik zag echt vol die liefde echt uitstralen uit haar. En ze was gewoon zo blij en ze was gewoon, ik vertelde haar ook gewoon dat Jezus gewoon constant bij haar was. Want ik merkte gewoon dat ze nog een beetje vast zat aan het van hoe vaak ze bad en zo en hoeveel ze aan God dacht en zo. Dat het daar aan lag, maar uiteindelijk werd ze dat toch wel vrijgezet omdat ik ook tegen haar zei van... Jezus is gewoon constant bij je. Of je nou zo dadelijk naar de Albert Heijn gaat, hij is nog steeds bij je. Je mag gewoon over hem gaan getuigen. Amen. Yes. Yes. En net, hè? Ik kwam een vriendin tegen en haar moeder. En dat was zo krachtig. Haar moeder moest slaappillen nemen, had last van stress en zo. En lichaamsdelen vielen zelfs uit. Ja. Vanwege die stress. En we mochten voor haar bidden en alle stress van haar afgevallen. Ja. En ze werd super aangeraakt door de Heilige Geest. Gewoon hier op straat. Ik zag dat mensen allemaal keken. En ik zag dat mensen eigenlijk ook wel aangeraakt werden door de liefde die we uitstralen. Dat was een aanwezigheid van de Heilige Geest. Ja, yes. Uiteindelijk mochten we ook over haar profiteren. En ik wou dus iets zeggen, alleen ik voelde gewoon in de geest, daar geest en profetie om me komen. Maar het was niet alleen op mij, was ook op Samen. Samen ontving precies hetzelfde. En dus het was zo bizar. En even later spraken we voor haar dochter, zeg maar. Baden voor haar en... Plotseling ontving ik ook een profetische woord. En dit keer was ik eerder dan Samuel. Ja, want hij ontving hetzelfde, alleen ik had het dus eerder. Dus dat was zo bizar. En allebei heel erg aangeraakt. Ja. En het is wel mooi om te zien. Ja, je ziet toch echt wel dat er nu weer vuur komt. Dat de vuur weer echt gaat vlammen. En dat het licht weer gaat schijnen in mensen. Omdat ze van alles hebben bedekt. Daardoor komt Jezus en die zegt van, hey, weg met al die zooi. Weg met al die zooi. Ik wil jou zien stralen. Ik wil jou zien schijnen over alles wat duister is. Het is gewoon super mooi en God wil mensen bemoedigen.
En zoals wat ik ervaren met de profetische woorden voor ze, was zo'n enorme bemoediging. Dus er kwamen tranen en je ziet gewoon hoe mensen aangeraakt worden door die bemoediging. Dat God wil dat je weet dat Hij achter jou staat, dat Hij jou helpt, dat Hij jou gaat voorzien, dat Hij jou gaat zegenen, dat Hij jou die kracht gaat geven. En Hij zorgt er ook voor dat je dat zegt. Amen. En dus dit alles, hè? Gewoon serieus binnen een uurtje. Yes. Come on. Zo makkelijk. Het is gewoon een beetje leer elk ander liefde hebben. Yes. Haha, halleluja. Gaan ervoor. Dit is onze buit. Wauw. Yes. Man, dit was zo bizar. Dit was zo bizar. Kijk, die was kijk. Zo gek. Luister zo man. Gek, zo luister gek. Dan. Nou, we liepen weer naar binnen. In het winkelcentrum. En toen zagen we mijn vrouw lopen. Die had... in gips op haar pols, hand, zeg maar. Dus die spraken we aan. Van, ja, mevrouw, wat is er dan aan de hand? Toen vertelde ze dat haar pols was gebroken. Door wat ze was gevallen. En ze had voor de rest ook nog botontkalking. Dus astrose heet dat? Artrose. Artrose. Heftige ziekte, kan je niks tegen doen volgens mij. En voor me stond de operatie al gepland. En alleen die operatie, een scootmobiel stond gepland. Ja, ja. En toen vertelde we een beetje van wat onze bediening was. Dat we daar stonden gewoon om mensen te kunnen zegenen en voor genezing te kunnen bidden. Dat we zagen dat Jezus mensen genas. Toen was ze daar echt heel erg open voor. Ja, bizar. Echt van, oh, wat moet ik ervoor doen en zo. Ja, daar hoef je niks voor te doen. Wij kunnen dan even snel voor je bidden. En we baden voor haar. En Daniel zag echt in de geest. Ik zag in de geest engelen komen en toen die engelen kwamen op haar... Toen zag ik een schok over haar lichaam heen gaan, toen stopte ik me binnen en toen wist ik gewoon van ze werd genezen. En toen ging ze haar pols bewegen. Huh? Wat? Huh? En dus alle pijn in een gebroken pols, een gebroken arm was weg. En een andere arm was ook een keer gevallen en had ze ook nog echt een oude breuk. Ja. Alle pijn daarvan was ook weg. Alle pijn. Toen gingen we eventjes een stukje lopen en toen ging ze bukken. En normaal gesproken kon ze helemaal niet bukken. Alleen nu kon ze helemaal bukken, kon ze helemaal voorover buigen. Klopt. Alle symptomen van de artrose zijn gewoon weg, jongens. Ja. Artrose, ja. Boom! Ja, ze zei dat ze normaal helemaal niet kon bukken, maar een klein stukje. En ze ging gewoon helemaal naar de grond. Ze kon gewoon echt helemaal opstaan. En ze kon van alles. En op een gegeven moment kwam haar man, haar vriend, die kwam langs. En zij riep er meteen bij van, kijk eens wat er gebeurt. En die man die stond echt met verbaasde ogen te kijken van, En ze zei van, kijk, dit kon ik toch eerst niet en dit kon ik eerst niet, kijk dan. Ja. En ze was zo enthousiast gewoon zelf aan het getuigen van wat Jezus net had gedaan. En dat was gewoon het allermooiste. En hij kon er niet zoveel mee, hij was een beetje overweldigend. Dus hij had de neiging om weg te lopen en dus toen sprak ik tegen hem, heb je toevallig ergens pijn? En toen had hij dus ook pijn in zijn rug. In zijn onderrug. Twee keer voor hem gebeden, alle pijn weg. Wow, wat is dit? En dus hij vraagt van, hoeveel moet ik betalen? Het is gratis. Voor niets hebben we ontvangen door Jezus. En we geven om niets. En dat was zo mooi. En het toffe was. Zij zei, omdat ze was genezen, zei ze, ik wil toch graag geven aan goede doelen. Ja, en toen zei ik dus, geef het maar aan Samuel. Want Samuel, die leeft sinds kort uit geloof. En dat is een grote geloofstap die hij onderneemt. Dus geef maar aan Samuel. Nou ja. Toen gaf ze dus 20 euro aan Samuel. Wat is er precies een week geleden gebeurd? Rond hetzelfde uur. 7 dagen geleden. 50 meter verderop. Ook in Kronenburg. Hebben wij gebeden voor een vrouw. Kon ook niet buigen. En we vroegen aan deze vrouw. Hoe heet je? Dini. De vrouw van vorige week heet ook Dini. En Samuel heeft toen 20 euro gekregen van Dini. En nu weer. Een week later. En dus we zien gewoon dat God voorziet. En dat is geweldig. En dat was zo bizar. Hij is zo'n humor ook. En die man gaf niks, maar hij gaf gewoon zijn hart en dat was mooi. Kijk, het gaat toch niet om het geld, maar het is wel een cultuur van eer. Dus ze ontving iets en ze had het gevoel van, ik moet terugzegenen. Ja. En zo werkt het wel, jongens. Super. En ik wil gewoon, het is misschien een beetje een radicale oproep. En in Nederland is het toen helemaal religieus over geld, heb ik gemerkt. Maar weet je, deze samenleving leeft sinds kort uit geloof. En als jij het op je hart krijgt en je ziet deze filmpjes... Zegen hem dan gewoon. Vraag hem gewoon, stuur een persoonlijk berichtje. Zegen hem dan gewoon met wat centen. Maandelijks of eenmalig. Maar weet je, het is een geloofstap. En we zegenen zoveel mensen. En het zou zo super tof zijn als de christenen ook gaan terugzegenen. Want ik zie dat je zelfs niet-gelovigen op straat, die willen gewoon 20 euro op neerleggen voor een genezing. Ja, hoeveel dan meer de christenen, weet je wel? Yes. Dus
Maar nogmaals, het gaat niet om het geld, maar het gaat om cultuur van eer, weet je. Dus gewoon, dit is gewoon het hart van de vader, dat als je iets ontvangt, uit dankbaarheid geef je dat, mag het je iets kosten, weet je wel, je geeft iets terug. Dus om niets geven wij, maar een dankbaar hart geeft. En dus, ja. Ja, je ziet echt dat mensen weer aangeraakt worden door God en dat ze gewoon uit hunzelf iets hebben van wat kan ik voor jullie doen, wat kan ik wel. Gewoon dat er zo'n liefde vrijkomt dat ze zoiets hebben, wat willen jullie terugzegenen. En ze hebben zoveel respect dan op dat moment. En ze zien ook van wat voor belang deze bediening heeft. Dat ze echt zien van, oh, meer mensen moeten dit gaan doen, meer mensen moeten hierin uitstappen. Ja. En soms lijkt het echt alsof wanneer mensen ons spreken, alsof wij de eerste zijn die ze zo tegenkomen. Is ook zo. Dan denk ik van, er zijn zoveel christenen gewoon die daar zo keihard radicaal in kunnen uitstappen. En echt, gewoon ook hetzelfde kunnen doen. Want het is niet zo dat wij meer kunnen doen of heiliger zijn of wat dan ook dan anderen. Jullie kunnen het ook gewoon zelf ook. En ga gewoon in je omgeving, ga gewoon naar buiten, ga gewoon naar een winkelcentrum, ga naar een supermarkt, ga gewoon daar voor mensen lekker bidden. Als je niet meteen aan uiterlijk een nood ziet, ga gewoon mensen vragen of ze ze mag zegenen en dan komt het vanzelf wel naar boven. Laat gewoon de Heilige Geest jou leiden. Ga niet zelf met je eigen gedachten, met je eigen planning erin. Want we hebben geen geest van timideheid, van angst ontvangen, maar we hebben een geest van kracht. Liefde en bezonnenheid. Amen. Wij laten ons niet, we hebben bezonnenheid ontvangen. Dat betekent dus, we laten ons niet voor de gek maken. En door wie worden de meeste christenen voor de gek gehouden? Door de duivel. Ja, dus we vielen even weg. Maar we hebben geen geest van angst gekregen, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Dus in kracht toon je Gods liefde en je laat je niet misleiden. Je laat je niet misleiden door de angst die je soms in je hart kan voelen. We luisteren niet naar ons hart, we luisteren naar het hart van de Vader. Halleluja. En na afloop ging even de wijk inlopen. Yes. De wijk Kronenburg zelf, de naam als winkelcentrum. En toen kwam een man tegen, hebben we even voor mogen bidden. En ervoeren verbetering. En gewoon ook de kleine dingetjes. Weet je wel, gewoon last van zijn schouders, had hij schouderbladen. En ervoer verbetering en gewoon een stuk van Gods liefde ontvangen. Ja, je zag toch ook wel ergens in zijn ogen dat hij toch rust had ontvangen. En hij zei ook van, ja, jullie hebben mijn dag echt beter gemaakt. Ja. En dan zie je wat voor verschil je kan maken gewoon door even een kort gebed voor iemand. Je weet niet waar mensen doorheen gaan en dat kan gewoon zo'n bemoediging zijn. Ja, halleluja. Wow guys, dat was serieus echt een geweldige middag met Samuel. Op een gegeven moment mochten we nog langs de Aldi gaan en mochten we nog voor een halfdove jongen bidden die daar werkt. Mochten we zelfs achter bij het magazijn komen om 5 minuten voor hem te bidden, moet je nagaan. Echt, zo bizar. Hij had niet meteen genezing ontvangen, maar we houden contact, hebben een knuffel gegeven, we hebben mogen bidden voor vervulling met de Heilige Geest. Hij ervoer echt de liefde, hij zag de liefde. Echt gewoon geweldig. En ja, het was gewoon super tof. Halleluja. Dus zoals Samuel eerder zei, gaan we het allemaal doen. Het is gewoon geweldig. Yes, en dit was vlog nummer 6 alweer. We zijn bijna een weekje onderweg. En ik dacht van, laat ik hem eens een keertje in de middag uploaden. Het was hierbij. Haha.